Aanvallen is de beste remedie tegen alle winterse ellende. De bescheiden Fransman Guillaume op, de tweedejaarsprof van nauwelijks 22, houdt een eindstand. Een lekker band voor Richard Virenque en merkwaardig, Virenque wordt weer op pad geholpen door een Festina-man. Vanzelfsprekend geen bloemen voor Auger, die wordt nog voor de finale gegrepen. De Nederlandse Rabo's zijn hier tegen wil en dank. Geen plaats meer in Tirreno Adriatico. In de koers naar de zon en met succes het peloton scheurt open. 13 leiders, 7 Rabo's, indrukwekkend de oranje vloot. Erbij ook Merckx, Van den Broeke en Schmil. Boortman mist de vlucht. Boger, de Nederlandse kampioen, een gouden zaak kan doen. Het ziet er nog mooier uit als op 15 kilometer van de streep Van den Broeke lek rijdt. Van den Broeke vecht helemaal alleen tegen de overmacht. Hij wordt gegrepen door het peloton en verspeelt 2 minuten. De Rabo's van Bonnensberg zijn snel, maar het is een ijzersterke Schmil die wint voor Marcus Berg en Van Bon. Het peloton met op Merckx en Bogert na alle favorieten komt pas 2 minuten later binnen. André Schmil wint zijn eerste van het seizoen. Hij is dankzij de bonificatie ook de nieuwe leider. O'Grady is tweede op 2 seconden. Mark Wouters staat vierde. Axel Merckx vijfde op nauwelijks 25 seconden. De legendarische Amerikaanse baseballer Joe DiMaggio is vandaag overleden. Hij was